rebel, yeah. She cried more, 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 more. She cried more, more, more. In the midnight hour, she cried more, more, more. In the rebel, yeah. She cried more, 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 more. Ziek, hè? Dank. Ziek, hè? Ziek, hè? Maat? Ik wil gewoon aftellen. We waren net op de tijd, ouwe. We hebben wel aardig doorgekart, hè? Dat is mijn nieuwe tourmanager, 5-4. Mooi, hè, hoe dat gaat met de zon, dan is die ineens... Kijk hoe mooi die nu is, hè. Volgens mij zijn het meer gewoon wonder wakeboard. Ja. Sorry, oh my god, sorry. Dat was helemaal niet expres, hoor. Dit is een move. Dit was expres. Hé, hey, zat iedereen uit kunnen kiezen hier, hoor. Zie je dit net dan per hebben gespeeld? Ja, Mike. Dan zei ik, ah joh, waar sta je? Komt goed. Mooi momentje weer, hè. Genoeg gekjes hier ook. Jezus, en dat heb ik jullie nog niet genoemd. In midden op het kruispunt. Heerlijk. Op die gele streep, daar kan je jaren blijven staan. Stop, hé. Ja. Iedereen gaat er mee. Ja, en je hebt precies het midden ook, hè. Hey, money shot of niet? Ja, money shot. Cooking with a view. Jonge, jonge, jonge. Mal maken. Hè? Niet lekker. Wat? Maar je moet ook de camera niet vergeten. Vriendje, ga je lekker eten. Dat is ook een Hyundai, hè? Vertel. Dat is normaal een route waar we een uur over doen, volgens mij. Een uur, anderhalf. We doen nu 2,5 uur over. Dus het wordt lekker krapjes. That way, make a left, make another left, and then you'll hit gate one about halfway. What? It'll take you about 15 minutes. But there's no chance he can bring us with one of those buggies. Why not? Because we have to stay here because people are jumping the fences right now. So we personally can't leave. So if you want to get a hold of somebody, then they'll be able to help you out, but unfortunately we can't right now. This guy is driving? That's security. You could ask them, but most of the time, like, they don't really give people rides. That's good. Yeah, you gotta reach out to your point of contact. Maybe Artist Transpo can come get you, but right now... Can you go bell him, man? What is that thing, man? Die gast, die moet gewoon gebeld worden. What's the best way to get them in? Alright, let's go, guys. Yeah, we had a 2.5 hours ride. Yeah. Oh, up on the stage, right? Come, yeah. Come.
stoppen. Heeft iedereen alles? Ja, ja. Telefoon? Dit? Ja? Nu kan het nog, hè? Want nu gaan we karren. Letterlijk karren maken. Ik heb toch lekker mijn bak hier? Ja, hebben we niet even burgerschool hier? Ja, dat kunnen we wel fixen. Yay! All the way from Amsterdam. San Bernardino. Hey. Yes! All the way. Hey! What are we doing over here? They just finished the set and they're about to get vegetarian. We want some burgers. Yes. Seriously, he can run the kit for you. What was this? Sir. Tell him, chef. Hey, Bruno! Bruno! I've pressed up here. You want a veggie burger? He's quick. Ik ga nu niet achterin, man, dus dan gaat iemand anders maar. Ik kan wel. Hallo sir, all good? Hoe was het? Ja, hectisch. Chaotisch, snel. Dan kom je, dan kom je er pas na een half uur in, weet je wel. Even tot rust en dan sta ik naar achter te kijken, zie ik jullie en dan denk ik, ja godver. Ik kom er gewoon net niet lekker in zo, omdat je te laat bent. Dat is gewoon kut. Voor het eerst in mijn leven dat ik te laat ben bij een show. En dan puur alleen maar omdat het gewoon een chaos is, weet je. Ja, dan kunnen we allemaal niks doen. Anderhalf uur vertraging door de file. Ja, maar dat weet je, dat is het niet eens. Maar dan we waren gewoon op tijd. Ja. We waren gewoon 7:50. Ja, ja. 7 kom je gewoon hier aan. Ja. En dan zeggen ze, ja, je moet naar gate 1. Nou oké, okay. Dan zie je gate 6. Dan denk je, nou oké, okay, het zal die kant al zijn. En dan loop het op. Ja, ja en dan is het oké, okay, we komen met een golfkarretje. Weet je, oké, sta je een kwartier te wachten. Ja, dan gaat het hard. Dus dat vrouwtje aankomt. Prima, maakt ook niet uit. Dan maar een beetje iets later beginnen. Op een gegeven moment leg je er ook bij neer. Ja, wat? 1:40. Toch? Ik zie het niet goed. Wat een baas. Deze rijdt ons gewoon even naar de levels. Jongens, we gaan echt maximaal chillen. Op de helft, man. Wat een mooi uitzicht. En ze hebben geen kaart weer geboekt hierna. Oké. Okay. Dus Nee, ik zweer het echt. Okay. Dat maakt echt een geintje. Nee, maar echt geen geintje. Maak je tas in, jongens. Ja, oprecht. Je moet eruit. Hoe laat is het nu dan? 11:30. Hij zegt, ja, 12:00 uitwerkt. Ja, maar dat kan ik wel echt niet redden. Dus 12:30. Half één max eigenlijk, ja. Maar dat mag. Ja, liever niet, zei hij. Ja, gewoon het seizoen is pas goed. Nou, begin je tas maar te pakken, jongens. Even voor één. Kan ik niet normaal hier. Nou, dan zitten we dus tot 3:00 te wachten. Hamer. Ik krijg zijn zwarte cappy gehaald. Wat anders? Nou, dat is even wennen, toch? Ja. Maar dan als hij dan op zit, dan... Dan zit hij. Prima. Snap je? Snap je nou. Cool. I'm ready, guys. Ja, zo. Yes. Dan komen de tijd weer door, hè? From LA we go to San Francisco. France, Amsterdam. Sudan? Amsterdam. Holland. Holland. Yeah. Netherlands. Netherlands. And you? I am Persian. Iran. Iran. Okay. Netherlands, probably we say Holland. Holland, huh? Oh, Hollanda. Pays-Bas. Yeah, that's France. Bakowin. Dat is dus een
thema, omdat Paco Osuna altijd tijdens Halloween draait. Ja. Dan noemen ze het al sinds 2015, noemen al die mensen noemen het Paco-ween in plaats van Halloween. Mooi. Dus daar zijn we deel van. Ja, dat is wel een dingetje dus. 12 tot 2 Halcyon en dan 8 uur in de ochtend vliegen. Nou, ik denk 5:30 pick-up. Het staat 6 uur, maar wordt wel geadviseerd om 3 uur van tevoren te gaan. 6 uur lang vliegen Miami. Ik kom er 8 uur aan. En dan van 2 tot 6. Dat is ook wel een lange set. Maar we kunnen wel een week chillen, dus ja. Het zijn ergere plekken om te chillen, denk ik. Sammy is dead. Wat zijn we dan weer hier? San Francisco, baby. Zo, nice. San Francisco. The club. The heat. Lelelelebi. Halcyon. Halcyon. Kick nummer 2. Vlucht nummer 2. 12 tot 2. En zonder slaap weer door. Maar goed, dat is een zorg voor later. Gebruik het opstapje. Ben jij erin? 2 uur klaar. 6 uur pick-up. Dan ga je toch nog niet 4 uur lang wakker blijven? Of jij wel? Nee, dan gaan we slapen. Ja, ik moet gewoon direct geslapen worden. Hey, het valt me wel op dat maandje van jou die achtervolgt ons, hè? Ja, maar hier links. Mooi, hè? Je hoeft toch niet meer dan dit? Kijk dan. En wij hebben ook allebei eigen bed hier, hè? Zo, en niet. En, niet ja, en we kunnen er niet slapen. Kijk hoe lekker, maat. Ja, dit is mega. Ja. Schoentjes gaan uit, hoor. Je hebt een hoekbank. Wat, dan gaan we hier chillen. Ja. Ik vind het helemaal prima, man. En dan godverdier. Oh, dat boel. Lekker voor de Nederlandse slaap. Cheers. Awesome. Sam Franny. Supreme this, hè? Maar dan worden we nou eens gesponsord dan. Hey. Ik sponsor hem. Jongen. Lekker die bench on the roll. Maar dit is dit, je weet hoe ik ben, hè? Ja. Dat hoekbankje ook hier. En dan zet je even dat KLM huisje hier neer. Alles even zo eruit. Voordat echt een beetje de boot uit ben, is het 2:15. Ja. Dan is het heel ruim gekeken, ben je 3 uur thuis. 3 uur hotel. En de pick-up is 6 uur. Goh, die is gevaarlijk, hè? Die is gevaarlijk. Dat zeg maar. Het liefst laat ik alles in mijn koffer zitten, hoor. Ja, ik ook. Ik doe niet zoveel eruit. Ja, misschien gaan we gewoon. Ik denk dat ik gewoon zo doorga. Ja, ik, misschien even ja, anders. Ik moet nog wel even omkleden. Ja, dat kan niet, hoor. Want dat wil ik straks niet meer hoeven doen, zeg maar. Nee, ik laat hem ook lekker dicht. Ja. Hier pas. Ja. Zo. San Francisco. We're in it, mate. Check in, sir? No? Then get off my porch, please. Thank you. Zal hem zijn. Zo, er zit een rij voor de hals, joh, nou, hè? Lekker hier links, hè? Oh, je hebt de bar? Ja. Ja, Joke, stap weer.
gewoon een keer open. Ja, all good man, thank you. Thank you. Thanks. Nice to meet you guys. Yeah. Hey, baby. I love the party. So good to see you. Hi. Hello. Okay. Gina. Hello, hello. Hey, baby. So happy to see you again. Good. Love. Hello, hello. Yes, yes, yes. How are you, babe? Game of Thrones. Come on in, come on in. Thank you. Yeah, throw it with me. Yeah, let's go. I love you. Thank you. Bye, darling. So good to see you again. Bye. So see you guys. Thank you. Bye-bye. Bye. Ja, hè? Mooi is. Zijn deur, mijn deur. we gaan even pitten, hè? Ja. Gelijk erin. Kom pissen, maat. Ga maar. Thanks, G. Maatje. 1 tot 10. 2,5. Ja? Ja? Zo, dat is pittig, hè? Hè? Ja, ik heb echt niet hoger, man. Wat, nee? Ik heb echt geen hoger cijfer. Nee. Ik ben het nu maar checken. Hé. Hey. Ja. 1 tot 10. Mooi. Die weg is het gezien. Hoe voelen we ons? Ja, 3. 3. Jezus. Ik kreeg met lijken op reis vandaag. Hiernaast 2,5. 3. Wat dan? Wil jij zeggen dat je 10 bent? Ja, 7,5. 7,5. Zit er ook een drijfmaatje of. Iemand moet toch hier godverdomme een beetje. Hè? Huh? Beetje het motortje aan slingeren hier. Ja, we hebben het hier alleen maar weer in het donker gezien, hè? Niks. Geen daglicht gezien, nou. Ik mag eigenlijk niet zeggen dat we zelfs er zijn geweest. Nee, maar dat vragen mensen wel eens. Hoe was het? Ja. Ja, fantastisch. Hoe was San Francisco? Ja, top. En de Golden Gate Beach. Zo dichtbij, maar toch. De stoplichten waren mooi groen en rood. En, Ik ga zeker nog wel oog dicht doen. Eentje dan. Eén oog. Zo apart om hier terug te zijn. Lekker wel. Stukje warmer ook. Een paar dagen houden. Echt snikheet, hè? Lijkt wel kerst. Wat is dat voor muziek, joh? Kerst. Jezus. Can you feel it all around as you dance?
na de set? Ja, ik heb hem niet. Dit is de instelling. Huh? Ja, dat is top. Ja, dan ben je een beetje... Zin in, Dave? Sowieso. Altijd, toch? Spezen. Spezen. Spezen Miami, hier staan. Sorry, ik heb nieuwe schoenen. Wat? Nieuwe schoenen. Dus? Je hebt de crack hier, maat. Natuurlijk wel, naar de set. Wat denk jij nou, joh? Ik ga toch gewoon met je mee naar strafwerk? Dat doe ik ook gewoon in de kraat, hoor. Met nieuwe patas. Wees je nerveus, hè? Nee. Werpen, hè, die patas. Shinen. Morgen maken ze weer schoon. Yes, thank you, boss. See you later, bro. See you guys later. Thank you for everything, man. Thank you, bro. Really the man, the myth, the legend of the whole week. I know, man. Already? No, thanks for coming. Nice to see you again, man. See you soon, January. Yeah, I'll go fucking tired, that's it. Mano, what's up, good. Hey, man. Thank you, man. See ya. Gaan we doen? Ik heb wel een match. Concrete aan de game. Miami Heat. Golden State. Alweer. Avec Sidney Charles en mon frère full amour. Het eerste wat ik zag was een gebouw waarop stond zo heel hoog. Een heel hoog gebouw. Ik zat zo UTS. Ah, toen dacht ik, dit is een sign of zo. Ja, dus ja. Ik zeg tegen die gast. Chris. Hij is de artist liaison van 6. Opgehaald bij het airport. We zeiden ook van ja, als je ooit een label gaat starten, moet je het gewoon zo noemen. Dus dat was een soort van, oké, okay. Ja. 2019, toen was het van oké, ooit een label komt, dan doe ik gewoon die naam. Ben je in corona begonnen? Ja man, november 2020. Met Vape. Ja. Eigenlijk, ja, oktober. En dan is het wel een teken van boven. Is, ja, bizar. Wie heeft dat bedacht? Je was in Australië op tour en... Nee, zeg maar door de mensen die op Twitter en... Er is zo'n raad de platengroep, toch? Zo ja, van, ja. Facebook. Dat heet dan Identification of Music. Ja, ja. En, IOM. En daarin werd gewoon gezegd van... anyone knows this track? Hashtag up the stus. Dus toen dacht ik al van... Heb ik het dan al een paar keer gezien? Toen dacht ik, waarom is... Wat is dat? Dus toen... De tweede keer vroeg ik dat ook, van wat is dat? Maar dat betekent dus dat mensen, je hebt up the lads toch? Ja, ja. Dat is een beetje Iers, dat is naar Australië gegaan. Een soort positieve cheer van up the lads, we gaan lekker chillen avond tegemoet. Zo, dat vond wel hard. Dus letterlijk door andere mensen is mijn naam van het label ontstaan. Dat is wel ziek. Ja, nice. Dat is wel ziek. Zo is ook mijn eigen artiestennaam ontstaan. Want ik wilde iets met Chris, weet je wel. En dan de eerste twee letters ST. Maar we kwamen maar niet op. Ja, Chris Stone hadden we en dan Chris dit en dan. Het werkte allemaal niet. Maar op een gegeven moment zei ze van ja, Jezus Christus. Toen zei ze van wow, dit is wel eigenlijk ziek ouwe. Gewoon die Christus ziek ja, niet. Ja. Want dat lijkt een beetje gewoon, ja, klinkt gewoon niet. En daarom was het zo, toen hadden we het los. De ST, weet je wel. Ja, dus dat was Chris Stussy. Nou, klinkt hard. Ja. Gewoon ook internationaal, zeg maar.
dat is zeker. Zeg maar, je hele lichaam moet dan ook voelen, oké, dit is het. Ja, dit is het. Anders werkt het niet. Ja, Thijs. Mooi dat dat door anderen is. Ja, hè? Zeker. Mensen staan gewoon in de rij. Ice cube. Ice cube, bro. Focus. Sammy, gaan we doen? Golden State. Oh. Ik heb net gevraagd. Ja, Master, waarom is de mouse? In France we know it because Tony Parker was like a legend. He's considered small when he's actually, you know, almost my size. Yeah. But see the overall in the world, he's known as like a really small basketball player. Yeah. The documentary. Yeah. So it's not his freedom anymore. That moment I died. Zoveel exit in mijn leven gezien, hé. Hey! Oh, hey. Let me say sorry for this big boss. Guys, it's nice to see you, seeing you again. Aha, nice to see you again. Thank you, buddy. Thank you. My English is not good looking, but... Oh, yes, it's good enough. Thank you, buddy. Yeah, you guys too young, man. Yeah, my girlfriend's 25, I'm 28. Very young. Yes, too young. Yeah, still young. Enjoy life. Yeah, but when you have one baby, have two. Baba. Believe me, it's the best investment. I got three boys. Oh, yeah, when they are young, huh? No, even from the beginning, because the time that you spend with them is going to be the same time, but it's going to be worse if you're doing one and then wait for the other one and do the same process. So, so you do three in 2 years? Two and 2 years. And 3 and 4 years. Okay. So how old is the oldest? To be honest, 2 and 2 years. The last one is my sister's son. But she went through process and she need help. So I take I send my son because I raise him. And he live with me. Paco play after you last weekend, right? Yeah. And on tomorrow we play after me on the festival in Bogota. Oh, you went to Colombia? Yeah, we both play on the same festival. Hey,
Be careful with Latina, they like white boys like you. Colombia have a beautiful woman, huh? You been there before? No, they like us, you think? Oh, yeah. Colombia, you're gonna have a good time. Housekeeping. Morning. Set. So, Campo Alegre has been born here. Campo Alegre. Ik zat hier te kijken, ons hotel zit ernaast. Het is een mooie. Deze buurt heet Campo Alegre. Zie je? Wat betekent? Dat is de buurtnaam, maat. Top toch? En dan kan je eigenlijk ook afwisselen. Dan kan je dus. Ja. Lekker man. En dan weg. En dan. 1, 2. Ik had niet verwacht dat toen ik de bas erin draaide dat hij zo. Maar ik gaf hem wel een voorzet of zo. Heel lang, weet je wel. Hey, Pink. Dale, gracias. Het is gewoon lekker dan. Het is gewoon lekker naar capuchino dit. Hey, is het net begonnen of? Dat is voor een huismaat. Hier is zwembad. Ons huis. Gewoon in iemands woning. Zijn er wel mensen? Fakest motherfucker on this planet. We'll be right back.
amazing, bro. Thank you. Stasi thinks rare thing in Spanish is Stasi. Sos lo mejor que hay y estamos todos agradecidos contigo. Thank you for everything. Gracias. Productie? Productie 8,6. Hype? 9,2. Overal? En dan echt alles meegerekend? Bam. 9,3. Meen ik echt. Ja, klaar nu. Lekker naar huis. Wat ervan? Dit was dik, maat. Goeie afsluiting. Ja, dit was wel weer het... Ja. Maar hoe, intimiteit kan je niet... Ik zou eigenlijk tot 5 draaien. Hey, you can't beat the intimacy, mate. Draai mee. Doe eens even een 360. Ja, niet op mij, gewoon... Ja, jij mee, jawel. Maar even het gaat om de achtergrond, hè? Ja, ja, maar moet je mooi meedraaien. Oké, okay, ja, ik draai wel mee als jij het wil. Maar... Wat zien we dan? Ja, doe even één keer hier. Thank you. Ja. En één keer daar. En dat maakt een 9,6. Zo. Ja. Scherp. Ja. Oh, 3. Maar maak er 6 van. Ja. Okay. Let's go. Dan beginnen we aan ons terugreizen.